Vlakbij een geweldig groot bos woonde een arme houthakker met zijn vrouw en twee kinderen, Hans en Grietje. Elke dag ging hij naar het bos om hout te hakken en zijn vrouw hielp hem daarbij. Hans en Grietje speelden dan in de buurt en op een dag raakten ze bij het boompje verwisselen zo ver uit de buurt dat ze verdwaalden. Hans, we zijn verdwaald. Wat moeten we nou doen? Rustig blijven. We zullen heus de weg wel weer vinden. Maar ze vonden de weg niet terug. Ze liepen de hele nacht door en dan nog de hele dag tot laat in de avond. Maar het was allemaal voor niks. Toen ze geen voet meer konden verzetten van vermoeidheid, gingen ze moedeloos onder een grote boom liggen en vielen prompt in slaap. Toen ze 's morgens wakker werden, gingen ze meteen weer op pad. Ze moesten nu toch gauw een uitweg vinden, want anders zouden ze nog omkomen van de honger en dorst. Tegen de middag zagen ze een prachtig sneeuwwit vogeltje op een tak zitten. Nieuwsgierig volgden ze het vogeltje en... Oh, Hans, kijk daar eens! Een huisje! Ja, en het is niet gemaakt van steen, maar van brood. Jeepie! En zie je waar de dakpannen van gemaakt zijn? Koek! Allemaal heerlijke koek! En de vensters zijn van suikergoed. Fantastisch, zeg. Ik plof van de honger. Zullen we maar gelijk aanvallen? Nou en of! Ik begin aan het dak. Koekhappen. En ik begin aan de vensters. Lekker zoet suikergoed. Ja, en als je zo'n honger hebt als Hans en Grietje, dan wil dat wel smaken. Maar plotseling klonk er een stem uit het huisje. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt aan mijn huisje? De kinderen antwoorden heel slim. Het is de wind, de wind, de wind, die uw huisje zo heerlijk vindt. En ze smulden rustig verder. Hans brak grote stukken van het dak. En Grietje sloopte de ene vensterruit naar de andere. Maar op een gegeven moment vloog de deur met een ferme zwaai open en een heel oude, ontzettend... Een lelijke vrouw kwam naar buiten, steunend op een knoestige, kromme stok. Het vrouwtje zelf was trouwens ook helemaal krom. Hans en Grietje schrokken zich wild van het afschuwelijke mens en lieten pardoes al hun lekkers op de grond vallen. Het oudje schudde haar hoofd en zei... Wees maar niet bang, lieve kindertjes. Ik ben niet één van de mooiste, maar ik doe geen kwaad. Hoe komen jullie hier verzeild? Ach, kom toch even binnen en blijf een poosje bij me. Ze pakte beide kinderen bij de hand en trok ze mee naar binnen. Ze kregen volop van het lekkerste eten. Ze maakte ook twee bedjes op met hagelwitte lakens, waarin Hans en Grietje moe, maar voldaan in slaap vielen. Tja, het leek allemaal zo mooi, maar dat was het niet. Want het oude vrouwtje was niemand minder dan de boze heks die altijd op kinderen loerde en ze met haar suikerhuisje naar zich toe lokte. De heks keek naar het slapende tweetal en lachte boosaardig. Die twee heb ik mooi te pakken. Die zullen me niet meer ontsnappen. Een goede vangst, een hele goede vangst vandaag. Ze greep Hans beet met haar knekelige handen en smeet hem in een stal en sloot hem op. En hoe hij ook schreeuwde om hulp, het hielp allemaal niks. Grietje was van het schreeuwen wakker geworden en riep... Hans, wat is er? Waar ben je? Stil jij, kleine luilak, en sta op! Vlug en ga water halen en kook eten voor je broertje. Waar is mijn broertje dan? Die is buiten in de stal om vet gemest te worden. En als hij dik genoeg is, eet ik hem op. Nee, dat mag u niet doen. Dat mag u niet doen. Dat is gemeen. Dat is... Maar alle gehuil en gejammer en protesten van Grietje hielpen niks. Langzaam maar zeker werd Hans met het lekkerste eten wat je maar bedenken kon vetgemest. Iedere ochtend kwam de oude heks kijken of Hans al dikker geworden was. Ze vroeg dan, omdat haar ogen niet zo best meer waren... Hans, steek je vinger door de tralies, dan kan ik voelen of je al dikker geworden bent. Hans was al behoorlijk dik geworden, maar dat kon de heks niet weten. Want hij was zo slim om niet zijn vinger, maar een dun stokje door de tralies te steken... Daardoor dacht de heks dat Hans alsmaar niet dikker werd, totdat haar geduld op was. En ze riep... Grietje, breng me direct een pan met water. Vlug wat, ik kan niet langer wachten. Of Hans nu mager of dik is, morgen ga ik hem slachten en koken. Smaken doet het in ieder geval. Nee, alsjeblieft niet, nee. Heb toch medelijden? S'morgens vroeg...
moest Gietje al opstaan om het vuur aan te maken en de ketel met water erboven te hangen. De heks zat zich te verkneutelen. Eerst gaan we hem bakken. Ik heb de oven al verwarmd en het deeg gekneed. Kom hier, jij Grietje, en kruip in de oven om het vuur flink op te stoken. Ik weet niet hoe ik erin kan komen. Hoe moet ik dat doen? Ach, domme gans die je bent. De opening van de oven is toch groot genoeg. Ik zou er zelf nog wel in kunnen. Kijk, zo doe je dat. De oude heks stak haar hoofd in de oven om het voor te doen. En toen zag Grietje haar kans schoon. Ze gaf de heks zo'n geweldige duw dat ze helemaal naar binnen schoot. Vlug smeet ze de ijzeren deur dicht. De oude heks begon te schreeuwen. Help, help me. Als een mager varken. Maar dat kon Grietje wat schelen. Ze was blij dat ze van die griezel af was. Ze holde naar Hans, maakte vlug de staldeur open en riep... Hans, we zijn vrij! De oude heks is dood! Hoera! Hoe heb je dat gedaan? Ik heb er in de oven geduwd en de deur dichtgesmeten. Goed zo. Kom op, we moeten maken dat we dat griezelige bos uitkomen. Maar eerst... Eerst stopte Hans zijn zakken vol met parels en edelstenen van die gierige heks. En Grietje propte haar schortje vol en toen gingen ze op pad. Na een paar uur lopen zagen ze het allebei. Dit bos ken ik. Ja, hier zijn we meer geweest. Ik weet de weg naar huis. Ik ook. Juppie! Ze renden zo hard als ze rennen konden naar huis. Ze stormden de kamer binnen, regelrecht om de hals van de dolgelukkige vader. Zijn vrouw was inmiddels gestorven en hij had een triest en eenzaam bestaan geleid. Maar nu werd alles anders. Hans keerde zijn zakken om en Grietje stortte haar schotje leeg en toen lag er een hele berg parels en edelstenen. Alle zorgen en armoe waren voorbij en ze leefden samen nog lang en gelukkig. Zoals dat hoort in een sprookje.